Als je resultaat hebt, dan krijg je vanzelf geduld. Ja, dat er ontzettend veel uren in zitten. Ja, dat is niet te tellen. Ja. Ik ben er al een jaar mee bezig. Ja. Dan moet ik zeggen, ik kos geen uren per dag, hoor. Nou, je hebt twee klossen is altijd één paar, dus je werkt altijd met twee klossen tegelijk. En dit is de bekendste slag. Dat is de lindenslag. En daar zit het meeste van eigenlijk. En doe je dit maar één keer, dan is het een netslag en dan krijg je net als dat een schuin accent over je werk. En wat heb je er geleerd? In Oostraad, bij Hannie Achterberg. Ik ben gewoon op zoek gegaan naar iemand die kant vlossen en kwam ik bij haar uit. Dan loop je weer weg. Ja, ik is het hele park hoor. Zo. Nou, het zou echt niks maken. Dat is een priegel, hè? Ja, nou ja, dat is maar net. Als je die kent. Nee, maar ik heb niet voor niks een patroon, hè. Kijk, ik volg deze lijnen allemaal, hè. Je hebt staanders en lopers. En de staanders gaan recht naar beneden, dus ik kan iedere keer hier tellen of ik genoeg staanders heb. Ja. En die loper, die gaat er dwars doorheen. Oh, zo ja. En heb je nog verschillende kleuren? Traditioneel was natuurlijk even wit, hè, het oude kloswerk. Ja. Dit is modern kloswerk. Ja. Dit zijn, En dat is dan het voordeel dat je die kleuren zelf bij elkaar kunt zoeken. Dus dat je veel meer het idee hebt dat je iets eigens maakt. En nog dit? Dit wordt de sjaal. Ja, echt mooi, hoor. Echt mooi. Dit vind ik ook spectaculair. Dit is een ontwerp van degene waar ik op les ben. 12 van Oostraat. Ja, echt mooi. Dus dat heeft heel knap gedaan. Hè, dat, ja. Een bol maken, kijk, dan komt het naar beter op te liggen. Zo. Ja, oh, hoe doe je dat? Zo. Ja. Doorduwen? Ja, zo'n bolletje. Ja. Is dat Pergamon of ja? Ja. Ja, dat is je ook gedaan. Dan ga je natuurlijk wel alles, hè? Ik doe dat altijd, ja. Echt mooi. Dat doet hij even wel zo. Nee, maar dat is nog wel. Dat is bij de mannen. Dat ken ik wel. Hoe noem je dat, Ria? Hoe noem je dat? Pergomano. P-E-R-G-O-M-A-N-O. Hij kan de schrijven ook. Ja, ik heb nog een beetje stroom. Ja, ik heb een beetje stroom. Ja. Nou, lengte is uit, Danielle. Wel aan de gang, hè? Hé, jij hebt klaar. Jij presenteren. Ja. Als chef. Om te presenteren. Ja, vragen stellen aan Danielle. Oh ja. Hé, hey, ik zal heel lopen. Zo, Danielle. Ja, maar die geeft geen antwoord, dus dan had je hem te lachen. Ik kan niks uitleggen. Hey Daniel, hoe lang doe je onderzoek, Frans? Ja. Heel lang. Ja. Dat viel tegen. Ja? Ja. En wat is deze eigenlijk? God, wat een kunst, hè. Ja, ik heb het mooi gevonden. Hier zo. Ja, die is. Heel mooi. Bijna, maar ik denk dat ze wel.
Waterlinie bleu en de blauw.